En ik ben Stijn. Wij gaan het nu hebben over vies en schoon water. Want dit project gaat ook over water. We hebben, woensdag, hebben we 6 kilometer gelopen met 6 liter water op onze rug. Volgens mij hadden jullie dat 6 kilometer gelopen met 3 liter water op jullie rug. Ja. En voor ons was het een beetje wat zwaarder. Maar ja, wat zien jullie hier? Sterren. Plastic. Ja, Goedje. Dat is goed. En wat zien jullie hier? Samuel? Ja, goed zo. Jesse, welk water zou je liever willen drinken? Dit water of dat water? Dat water. En waarom zou je dat water liever willen drinken? Omdat dat schoon is en vies water is niet zo lekker. En schoon water wel. Mm-hmm. Goed zo. En Madelief, weet je misschien waarom hier geen vissen te zien zijn? Die gaan dood door het afval. Goed zo. Waarom zijn hier wel vissen dan? Weet iemand dat? Jens? Dat is schoon water en daar kunnen ze beter leven. Goed zo. Goed zo. Nou, jullie kunnen ook een bijdrage leveren aan de natuur. Want bijvoorbeeld, je moet bijvoorbeeld een kauwgom niet zomaar in de bos gooien, maar gewoon net in de prullenbak. En ook niet in het water. Want als jullie gewoon afval in de prullenbak gooien en afval mooi scheiden, dan leef je dit op en dan verkoop je het dus. En wij doen onze presentatie over stilkracht. We beginnen gelijk met de vraag, wat zien jullie hier op deze poster? Samuel? Een soort van leiding. Ja, een soort rad waar water tegen aan te komen waardoor het gaat draaien. Wie van jullie is al een keer op vakantie aan de rivier geweest? Uit, maar dat komt door de kracht van het water. Dat is stuwkracht. Stuwkracht is dat water ergens tegenaan stroomt of gewoon stroomt of duwt. Bijvoorbeeld, ik duw ergens tegenaan. Wat ik dan doe dan het water. Dus het water duwt ergens tegenaan. Stuwkracht kun je ook veranderen in duwkracht. Dat is makkelijker te onthouden. Energie kan worden opgewekt door de kracht van het water. Bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, het water stroomt een kant op. En dit rad, daar zitten allemaal bakjes aan die water opvangen. Door de kracht van het water heeft het rad de neiging om te draaien en dat is dan ook precies wat het doet. Aan de achterkant van het rad zit een soort grote dynamo, die kennen jullie toch wel van de fiets, hè? Ja. Iedereen, ik ben Tijmen. Ik ben Sander. Waar gaan jullie vertellen wat regenwater kringloop is? Heeft iemand van jullie een idee wat een kringloop is? Ja. Dat is het hele dergelijke waar het allemaal doorheen gaat of zo. Ja, dus eigenlijk iets bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld een voedselkringloop, dan gaat het eigenlijk, herhaalt het zich steeds, net als een cirkel. Waar gaan jullie niet vertellen wat regenwaterkringloop is? Het begint bij een meer. Uit dat meer, daar komt verdampt water uit. Dat betekent eigenlijk dat, als iets verdampt, betekent dat het eigenlijk zo warm wordt dat het eigenlijk oplost. En dat verdampte water komt in bollen. De woks wordt steeds groter. Uiteindelijk waait hij naar de stad. En bij die stad, daar regent het. Heeft iemand een idee hoe hij bij die stad weer terugkomt? Eigenlijk naar de meer. Al gewoon door de wind weer terug? Nee. Het komt eigenlijk door de rivier. Dat was onze presentatie voor het project Water. Zijn er vragen? Nou, ik ben Terrence. En ik ben Lars. En wij hebben samen een muurkant gemaakt op een grondpaddel. Kun jij bijvoorbeeld zien wat dit is? Een waterpom. Ja. Nou, wat ze dus deden met deze pom, die gebruikten ze om water te krijgen uit de grond.
Daarom de naam grondwater. Ze deden aan de hendel pompen om water te krijgen en in de emmer te stoppen. Vroeger kon je zulke pompen vaak op een plein zien. Dan ging je met twee emmers van huis naar het plein lopen om water te halen. Tegenwoordig gebruikers kun je zulke pompen amper in Nederland niet meer vinden. Tegenwoordig gebruiken ze wel nog in arme landen zoals Ethiopië. Daarom deden we woensdag mee aan Wandel voor Water. Daarvoor gingen we geld ophalen zodat er meer van zulke pompen kunnen komen, zodat ze niet allemaal vieze vijvers en rivieren water eruit moeten halen. Een muurkrant gemaakt over water. Kan jij eens zien wat je hierop ziet? Bijna. Een zee met allemaal viezigheid erin. Er zit allemaal plastic in en dat is niet echt zo heel goed voor het milieu. Want daar leven heel veel dieren, leven in de zee. En die overlijden daar allemaal door. Omdat ze vast komen te zitten in dat plastic. En dan stikken ze. Wijs me nog iets aan. Wat zie jij nog meer? Je bent het al gehad, maar een andere. Een huis. Met water eromheen. Nou, rivieren in India. Daar zit er ook, dit is een huis in India. Dat is een land ver hier vandaan. En dit is een rivier om het huis heen. Nou, in dat huis is er heel veel viezigheid erin. Het is heel vies, want ze doen zelfs een behoefte erin. Dat is poepen en plassen. Ze gooien er allemaal dingen in. Ze moeten zelfs hunzelf schoonmaken. Ze maken hun kleren schoon. Ze moeten afwas doen. Ze doen heel veel vieze dingen in. Niet zo goed. Zie jij er nog iets op? Blikjes. Nou, er is heel veel zwerfafval. Dat zwerft in rivieren. En leven dan ook minder vissen dan in het schoon water. Want daar zo is het veel beter voor die vissen. Want daar zo is daar ligt geen plastic op. En wij hebben gelopen met 6 liter water en die 6 liter water zit erin. Wil iemand eens voelen hoe zwaar dat is? Ja, jij? Kom maar eventjes. Het is heel zwaar. We helpen hier wel een beetje, want het is best wel zwaar. Oké, kun je hem op je rug doen? Kan ik helpen? Draai maar even om. Draai maar om. Ja. En dan de andere. Schouder. Is dat zwaar? Ja, het is best wel zwaar, hè? Wil iemand anders het nog proberen? Dat helpen. Hebben jullie misschien hier een kraan in de klas? Ja. Kun jij eens naar de kraan lopen en weer terug? Ja. Nou, vond je dat ver lopen of niet? Nee. Nee, hè? Nou, de kinderen in Ethiopië die moeten die afstand lopen, maar dan ongeveer wel 200 keer. Denk je dat dat veel is? Ja. Dat is best wel veel, hè? En de eerste is korter douchen. Het is beter om eens korter te douchen, want dat is iets beter voor het milieu. Dus ongeveer 5 minuten, je kunt bijvoorbeeld een zandloper in de douche zetten. Dan hebben we het volgende bordje staan. Hebben ze in alle landen schoon water? Denken jullie dat ze in alle landen zulk schoon water hebben als in Nederland? Wat denk je? Als je iets wil zeggen, water. En we hebben allemaal vragen en tips voor het besparen van water. Waar gebruiken jullie allemaal water voor? Als je iets wil zeggen, steek je het in. Om te drinken. Om te douchen. Dat zijn al best wel veel dingen. Als
wij dit hebben gedaan, dan daar hebben wij geld voor opgehaald. En daardoor kunnen ze water uit hun kraan krijgen en hoeven ze niet meer zo ver te lopen. Nou, wij hebben woensdag, gingen wij wandelen voor water. Want dan gingen wij met, wat jullie al zeiden, een rugtas met allemaal flessen met water lopen. Heel ver, 6 kilometer. En dan gingen we geld inzamelen voor de mensen om water te krijgen. En we hebben veel geld op een land in Afrika. Nou, wat zien jullie hier aan deze kant? Een poppetje. Ja? Nog meer? Ja? Een poppetje met flesje. Ja. En wat zien jullie aan deze kant? Water. Ja, dat klopt. Gaan we jullie vragen, wat zien jullie op de poster? Ja, klopt. Ja? Water. Ja? Ja? Gras. En jij? Vissen. Ja? Ja. Wat zijn er? Olie. Ja, dat klopt. Ja? Wat zijn er? Plastic. Ja. Goed zo. Ja? Plastic tasjes. Ja, dat ook. Allemaal dingetjes die we daar hebben meegenomen. Hier hebben we een plastic flesje. Dit wordt natuurlijk ook in de zee gegooid. Hier hebben we een plastic draadje. Hier kunnen de dieren in verschrikt raken en dan gaan ze dood aan. Plastic lepeltjes of plastic spullen gooien ze ook allemaal de zee in. Lege pakjes drinken. Deze is toevallig vol, maar lege pakjes drinken gooien ze ook in. En bijvoorbeeld hondenpoepzakjes waar al hondenpoep in zit. Dat gooien ze ook in de zee. Wij zijn... Ik ben Kim. En ik ben Anne. En wij gaan wat vertellen over plastic soep. We gaan eerst wat vragen. Wat zien jullie aan deze kant? Jesse? Heel vies water. En allemaal vieze dingen erin. Zoals wat? Ja, zoals zakjes en van soep. Van wat lekkers en van pionnen en van friet. Ja, klopt. Want sommige mensen, die net zoals Ethiopië, hebben niet alle mensen schoon water. Maar dit is niet een probleem, maar dit is meer een probleem voor de dieren en de vissen die erin leven. Want het is midden in de oceaan. Nou, stel voor, je loopt met je moeder in de stad. Je loopt met je moeder in de stad en je hebt een plastic zakje vast. Je komt thuis na. Je komt thuis en je hebt bijvoorbeeld je nieuwe broek uit je tas gehaald. En of je nieuwe broek of je nieuwe speelgoed wat je gekocht hebt. En je hebt dan een leeg plastic zakje. Sommige mensen die denken er niet over na om te doen met. Die denken niet over na over wat ze doen met het plastic zakje. Dus de spullen die ze gekocht hebben leggen ze op de tafel. En het plastic zakje, dat gooien ze bijvoorbeeld zomaar op straat. Oh, ik kan het niet. Je ziet meteen het hele vieze water van Ethiopië. En Nederland is heel erg schoon. Waar gaan jullie vertellen hoe we het water gebruiken en wat we ermee doen? Dat gaan we jullie nu vertellen. In Ethiopië hebben ze heel vies water, zoals jullie zien. Zien jullie goed de verschil tussen Nederland en Ethiopië? Ja. Wat zien jullie dan? Ja. Dat de andere blauwe zijn en de andere bruin. Ja. Dan moeten ze 6 kilometer lopen voor maar 6 liter water. En per dag gebruiken we meer dan 105 liter per dag. En eigenlijk per persoon. En ze moeten 6 liter met de hele familie delen. Het is heel erg zwaar, want vaak moeten ze met een bak op hun hoofd lopen. En het water wat ze halen is eigenlijk helemaal niet schoon. Zoals Megan al zei, het water is dus helemaal niet schoon. En ze moeten dus 6 kilometer lopen, maar voor 6 liter. Terwijl, wat zij net ook al zei, wij 105 liter per persoon per dag gebruiken. Dat is echt ongelooflijk veel. En hun moeten dus 6 kilometer lopen, maar dat is niet zo gemakkelijk.
Want tijdens die reis kunnen ook allemaal gevaarlijke dingen gebeuren. Zoals het water kan gestolen worden of het bak kan helaas omvallen. En dan moeten ze toch weer helemaal terug voor schoon water. En het grootste doodsgevaar van kleine kinderen, die worden niet ouder dan 5 jaar door vieze water. Voor water beter verlaten. Je kent er allemaal de ijsheer, dus is hierop. Ja, hè? En waar leven die? Weten jullie dat? Noordpool. Ja, helemaal goed. Kijk, en dat is hier zo. Ja, dat gedeelte waar het rode in zit. Die leven dus op het ijs. Kijk, zie je? Hier allemaal ijsschotsen. Weet jullie of het daar koud is? Denken jullie dat het daar koud is? Ja. 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 Koud. Ja. Koud. 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 Heel erg koud. Koud. Hoe lang douchen jullie? Want als je te lang met warm water gaat douchen, dan gaat het smelten. Ja. En zie je hier, want hier is alles nog een grote ijsrotsen. En hier is het dan steeds kleiner en dan moet de ijsbeer gaan zwemmen. En als de ijsbeer moet gaan zwemmen, dan kan hij geen eten meer vangen. Dus dan kunnen we hem waarschijnlijk alleen nog maar zien in de dierentuin. En in het wild is hij veel mooier. Dus als we... Dus als we bijvoorbeeld de kraan minder lang laten openstaan of de minder lang gaan douchen, bijvoorbeeld geen half uur, dan blijft de natuur misschien wel zo en dan blijft de ijsbeer in leven. En veel. Oké, in het arme land moeten ze heel ver lopen van hun huis naar de waterput om daar een beetje water te halen. Maar dat is niet altijd heel erg schoon. Dus dan is dat niet blauw, maar heel vies. Dan moeten ze weer helemaal terug. En wij hebben dat laatst ook gedaan. Met een zware rugzak op onze rug. Zodat we weten hoe zwaar dat is. En dat is echt heel erg zwaar. Maar bij hun doen ze een ton op hun hoofd. En gaan ze zo lopen. En daarin zit allemaal water. Goeie water. Nou, wie heeft er een kraan? En wat voor kleur water komt eruit? Ja, blauw. Goed zo. Weet jullie waarvoor we water gebruiken? Als je zo ziet, er zit allemaal plastic in het water. En dat is ook een bedreiging voor dieren, want de dieren die in de zee leven, die komen ook allemaal verstikken in plastic. En kan jij zien wat er allemaal op staat? Door de plastic soep gaan ook heel veel dieren die leven in de zee dood. De plastic soep drijft in de Noordzee rond, want mensen die gooien allemaal plastic laten het gewoon rondslingeren. En die branden planten dan in het water. Dan die overloop niet zo, dan heb je ook bijna bij in de badkamer een heel zwembad. En hier zo. Het is gewoon goed, het is ongeveer half vol. En je kan ook allemaal speelgoedjes bijvoorbeeld in doen. Dus bad eend, sommige bootjes of zo. Playmobil. Playmobil, ja. En dan is het ook nog leuker en je gebruikt wel minder water. Ja, het zal altijd zuinig zijn met water. Eerst, klaar. Ik ben Daan. En ik ben Anna. En wij hebben een met de hele school een project over water. En wij gaan niet vertellen over het bad en de douche. En je gaat er allemaal wel eens in de douche? Kijk maar even goed naar deze poster. Wat zie jij? Een douche? Ja. En nog iemand? Een bakje waar water in zit. Wat?